This street here, people come to make fun. Also de girls, we need that. We need that feeling, the Christmas feeling. De kerst staat bijna voor de deur en ik zie overal uh, kerstverlichtingen in maar, behalve in deze straat. Ja, dat is heel jammer. Daar, daar. Hier niet, dat vindt de gemeente niet goed. Heeft dat er dan mee te maken omdat hier allemaal dames uh, achter de ramen staan? Gezien de activiteiten, zo, zo noemden ze dat, dacht ik. Het lijkt erop dat omdat er raamprostitutie is, er geen sfeerverlichting mag hangen. Dus dat wil zeggen dat de meiden niet in de sfeer van kerst aan het werk mogen. Er zijn wel kabels gespannen. Ja, want normaal is een vergunning, is een, is een formaliteit, dat mag uh, nee. in de hele binnenstad. Behalve in de Achterdam. Hoeveel gaat dan dit geintje nu kosten? Dit geintje heeft ons jaren geleden 4600 euro gekost. Dit is jouw gevel. Dat klopt, ja. De heer burgemeester is tegen prostitutie. Hij zegt dan, ja, het is geen, uh, geen winkelstraat. Nou, we hebben hier uh, ongeveer 69 uh, zzp'ers zitten. Ja. Dus het is onbegrijpelijk waarom dit er geen winkelstraat kan zijn. De gemeente wil geen uh, verlichting bij jullie ophangen. Hoe uh, hoe is dat voor jullie? I don't really understand that why they don't want to put lights here because this is also een normale straat van Alkmaar. En deze uh, straat hier komen come om te maken. Ook de meisjes. We hebben dat We hebben dat feeling, the Christmas feeling. Ik vind het heel bizar dat je een bedrijfstak die gewoon legaal is in Nederland, niet het genot, de leukigheid van deze donkere dagen en sfeerverlichting toe doet komen. En dat je dat als gemeentebestuur, dat je daar iets van vindt. Kom op, zeg. Het is respectloos. En het is eigenlijk gewoon een beetje zielig. We really feel sad that they treat us really different than the other people here. Uh, how can I say discriminatie? We feel sad from that. We, we want to be also like the other people here. Tijdens de kerst zou het wel eens drukker kunnen zijn dan normaal in deze buurt. En het is toch jammer dat ze dan niet het licht moeten volgen maar in een groot zwart gat belanden. There are really a lot of people that they are really lonely they are at their homes they don't have wives and they come here to spend time with us that's why we are here and they also need that atmosphere it's going to feel better for them also. We don't need only red lights we need also some christmas light. It's christmas time everywhere in the world. People need that christmas lights just that nothing more.